get close to you, just tell me what to do, tell me what to do. If you want me to take over, just give me the green light, just give me the green light. If you want me to get close to you, just tell me what to do, tell me what to do. If you want me to take over, just give me the green light, just give me a sign, just give me the green light. If you want me to get close to you, just tell me what to do, tell me what to do. If you want me to take over, just give me the green light, just give me a sign. Hallo iedereen, welkom back bij een nieuwe livestream. Johan is er weer hoor. Ik hoop dat jullie mij goed horen. Ik hoop dat alles voor jullie klaar en duidelijk is. Anders moeten jullie het mij zeggen. Dan zet ik mijn mic wel nog iets luider of iets stiller. Ik hoop dat audio allemaal dus in orde is. Scherm. Ik hoop dat ook de latency problemen opgelost zijn. Of de lag problemen die sommige mensen hadden. Ik had het vooral gemerkt bij Facebook dat daar wat problemen waren. Dus ik heb mijn bitrate terug wat omlaag getrokken. Dus ja, sorry als de kwaliteit dan ook iets minder is. Ik ga er iets op proberen te zoeken om dat te fixen. Even kijken, staat hij wel op de juiste? Ja hoor, oké. Fantastisch. Ik ben nu aan het denken. Heb ik alles? Ah, alles staat klaar. Oké, laat mij weten of dat jullie mij horen of niet. Dank je 3v3rt2 voor de follow. Dankjewel. Dan gaan we een keer injumpen, jongens.
staat wel iets leuks op het programma, ik ga het niet verklappen. Ik heb wel begrepen van mijn baas dat er heel wat veranderd is. Met de garage. Dus, welkom allemaal. We zullen zien wat juist die nieuwigheden zijn. Ah ja, wacht. Ik vergeet altijd te controleren of dat hier die voice chat settings in orde staan. Ze zouden moeten werken. Test, test, test. Oké. Okay. Ik test dat liever altijd een keer, want ik heb... Dag Evert. Ah ja. Haha. Ik zie dat nu pas. Goed, oké. Okay. I'm a blind motherfucker. Oké, okay, we gaan even kijken. Wat pakken we buiten? Gaan we de crewcar buiten nemen? Ik heb wel mijn witte kleed aan. Ja, we pakken de Honda buiten. Waar we het een leuke wagen. Ook al is het een pokken traag. We gaan snel even naar de garage. Oké, okay, goed op slot gedaan, jongens. Damn, moet de poort leren slaan. Oké, ja. De buitenkant is... Is er iets veranderd aan de buitenkant? De binnenkant is wel veranderd. Alles goed. Hey. Savakkes, savakkes. Een beetje renovatiewerk gedaan, zoals je ziet. Ja, ik zie het, ja. Het ziet er wel lekker zwart uit. Zwart als mijn ziel. Ja, het heeft een iets modernere look, hè. Ja, dat wel, ja. Ik vind het wel veel beter zo, ja. Nou, ik persoonlijk ook. Ik vond de graffiti ging er gewoon over. Ietsje verder weg, want de poort stond een klein beetje open. Een klein beetje open. Ik kreeg gewoon kop aan van al de kleuren dat hier rond ging. Nou, nu nog juist die kleuren hier op de vloer en we zijn helemaal goed. Wat? Dan mag voor mij nog blijven eigenlijk. Het mag nog wel iets kleurrijk hebben. Nee, enkel zwart. Duister. Ja. Ik weet niet of jij... Het klinkt alsof je van principe... Want you go black. Dank je, Lisa. Maar laat ik aan uw voorkeur over. Like. Wat zei je? Sorry, ik had even een piep in mijn oor. Ja, ik ga even ook de stem naar mijn kop. Ik denk dat de stream aan het meevolgen is. Dat je meer zwart prefereert. Nou, zie je dat niet aan de kleding? Is dat gelijk de hoertjes ook? Meestal, maar een zwarte mag er ook wel eens in. Ze zeggen altijd, once you go black, you never go back. Nou, kijk naar mijn kleding. Ja, ik ben niet meer teruggekeerd, hè. Hou rekening, uw dingen, uw crewkledij is wel de opposite ervan, hè, man. Ja, soms moet je ook eens wit gaan, hè. Dat is gelijk... Ja, nee, wat is. Dat is gelijk chocolade. Je wilt altijd heel donkere, zwarte chocolade voor de lekkere smaak. En af en toe moet je eens wit hebben. Ik kies toch liever melkchocolade. Nou ja, dan ben je van, twee, dan ben je van twee balletjes aan het eten. Dat is. Ah, by the way, ik pas nog even een keer. Kom ook even nog een keer mee naar de Vault, want ik heb nog een paar nieuwe auto's erin gezet. Ook. Ik heb. Een nieuw assortiment aangekocht. Ik zal het wat zien. Ik heb een nieuw assortiment gekocht dat iets meer betaalbaar is. Je hebt de spin op je voet. Ja. Dino,
Wacht, hè, dan deze is nieuw. Deze is nieuw. Ik ga even de rest zien. Ah, die daar van achter zijn ook alle twee nieuw. Dat wat ik denk dat het is. Welke, de linkse of de rechtse? Is dat de nieuwe Honda? Ik denk dat die van nu ook ondertussen onderweg is. Ik hoop het, ik ben al heel lang aan het wachten tot de importeur hem eindelijk teruglevert. Ja, en, ik heb, en we kunnen er nog redelijk veel aan veranderen als je wilt, als je er een bodykit wil opzetten. Oh ja. Hij is, Je kunt er redelijk wat aan doen hoor. Ja, eerst wat centjes bij verdienen, want de cashflow begint laag te worden. De winkel, ik pop heel veel in de winkel, maar ik krijg er niet veel meer uit. Dat is wel jammer. En ja, ik moet geld opzij houden voor als er iemand een tuningjobje nodig heeft, hè. Ja, nee, dat is. En, wacht, vannacht is er ook nog twee. Ja, ik dacht van, ik ga een keer wat nieuwe auto's aankopen, gewoon omdat... Er zijn niet veel mensen die al direct deze auto's kunnen aankopen. De, ja, de gelijk Porsche, noem maar op, die hogere merken. Die slammed van, welke is deze eigenlijk? Dat is een D-Klasse... Oh, ik kan de naam niet uit mijn kop. Okay. Een Yosemite of zoiets. Ah, oké, okay, ja. Een driftbak. Driftbak, ja. Dat is echt zo wat... ik heb die nou gekocht omdat er zo een keer een gast die heeft die nagebouwd. Ik weet niet op welke dat is gebaseerd op een Dodge of een Chevy, denk ik. Als ik me maar die stond redelijk goedkoper, dus. Hij is gebaseerd op een Dodge. Hij heeft toch de neus van een dat Dodge? Dat kan. Ik weet dat hij gebaseerd is op... Ja, zeg maar. Ik weet dat hij gebaseerd is op de drift pick-up van Ken Block, dat weet ik wel. Ja, dat is toch een Dodge. Ja, dat kan, ja. Lekkere twin turbo. Ik vind het wel speciaal, zo de turbo die eruit steekt. Ja, het heeft wel iets. Het is iets anders dan de turbo's die altijd verdwenen zijn. Alleen kut als het regent. Ik vind alleen maar dat de SRT dat niet heeft. Want ik zou het er eigenlijk ook wel willen opzetten, op de deze. Ja, in principe is het wel twee lekkere turbo's eruit. Zoals ik zei, als het regent kun je de bak niet buiten halen. Dan verroest de turbo. Ik zou het ook niet... Ik zou toch niet durven met een die in bed te komen in de regen, want die drift eigenlijk goed. En in de regen, ja, je kent het allemaal, ook heel weinig grippen. Dan dat je gewoon uitspint. Oké, er waren nog twee auto's, zei je? Twee auto's? Ja, daar van achter. Onder een Civic scan en een Peugeot ook. Oeh, nog een Civicje. Ja, dat is wat, de 1998 versie? Ja, zoiets. Nou, die wil ik in principe ook wel. Man, ik wil nog zo. Alle Honda's worden van mij. Nou, oké. Ja, van mij niet gaan laten, maar Excuseer, 55.000! Ja, jezus. Dus je weet niet wat voor de modificaties dat ik erop heb gedaan, zeker? Ja, dat wel. Hoeveel is een stok gewoon? Goeie vraag. Ik denk dat het iets van een 12.000 was. Voor een wagen uit 1998? Zoiets, ja. Maar het is wel in heel goede staat. Nou, dan ga ik nog redelijk wat moeten doorsparen. En heel hard moeten werken. Is dat geen wagen voor u? Dit? Hey, daar gaat de Vito's en hoertjes mee blij maken. Wat merk is dit? Geen idee. Ik heb legit geen idee. Is dat zo geen Nissan Almera? Dat zou goed kunnen. Het lijkt me. Dat zou echt, ik weet het niet. Jongens, als jullie meekijken. Ik weet wel, die gaat nog verkocht dat worden. Een Nissan Almera. Dat is toch nagebouwd naar de Nissan Almera? Zo aan zo'n gastje niet in stad. Met een vrouwelijk kantje. Zie ik er nog maar mee redden. Wil je nu zeggen dat ik een vrouwelijk kantje heb? Ik zeg niet tegen u, ik zeg tegen iemand in de stad, ik weet niet wie. Nee, maar er juist zei je wel tegen mij, is dat geen auto voor jou? En nu ga je zeggen dat dit een auto voor iemand met een vrouwelijk kantje is. Wat wil je implementeren? Dat is een misverstand. Misverstandje. Ja, oké, dan is het goed. Dus vergeven.
Zeg, heb je nu ook al de kledingkast hier opgelost? Want ik heb hier nog steeds geen kledingkast gezien. Nee, die moet ik nog altijd een keer bespreken met dingen. Met IKEA. Want ik heb nog altijd niet achter een kast gezocht. Je gaat naar IKEA, je slaagt daar op tafel en je zegt: geef me een kast of ik schiet er heel de boel overhoop. En je hebt de kast. Voilà. Oh, dat kun jij eigenlijk op de kast komen. Anders krijg je hem nooit in elkaar. Nee, zeker niet. Ik ga wel even op de kast nog wat geld zetten. Ah, ja. Moet ook nog gebeuren. Ah, by the way, ik heb de vorige keer ook gevraagd voor de wapenkast in de houden. Ja, klopt, ja. Ik ga een keer gaan kijken, want er stik terug wapens bij. Ah, oké. Ja. Dan ga ik even kijken en neem ik een stoktelling. Jongens, dat moet ik even opschrijven, want ja, ik moet de stok van de wapens ook in de oog houden. Want ik moet bijhouden wie welke wapen heeft. Dat, SMG. 7 carabines. Als ik genoeg heb, ben ik even iemand eventjes gaan doen. Ja, oké, geen probleem, chief. Geef mij dat script, dan vertaal ik het. Het script van de wapens, want godverdomme. Niet dat ik goed Frans kan, maar ik stik het wel in Google Translate. Zo, chef, stoktelling is gebeurd. Ik heb de stoklijst aangepast. Chef? Godverdomme. Weer typen. Drinkt hij dan soms of niet? Ik weet het eigenlijk. Ja, toch wel. Goeie whisky. Is heel goede whisky. Als we niet aan het opletten. Godverdomme. Maar nu toch niet in de hele tijd staan. Jeff. Dino.
zijn nu helemaal vol met stront. Nee nou. Die nou. Manjarentje, hi Vos. Dank je voor de like. Kom niet met minifeed. Een beetje vreemd. Zal er zo meteen misschien wel inkomen. Maar dank je wel. Die van Lisa kwam er ook niet in. Sorry jongens. Als jullie van alles nu zien, het spijt me. Oké, raar. Nou, ik zal er wel eens naar kijken. Zien jullie de kader? Toch eens checken. Ik heb mijn eigen, als ik het niet check, word ik zot. Nee, jullie zien dat niet. Oké. Oké, dacht dat je mij niet hoorde. Ja, sorry. Ik ben even aan het genieten van een goed glas whisky van onder de kast. Is heel. Heb je weer de whiskybar geplunderd? Ah, ja. Ziet dat je nog kunt rijden, kameraad? Waarschijnlijk. Ik ga altijd rijden, Jeff. Altijd. Jeff. Ja? Ik voel me ineens niet zo. Ja. Zet u maar recht, want we hebben een opdrachtje gekregen. Ik ben wakker. Want ik ben wakker. Laten we gaan. Je zult zelf ook moeten rijden. Oké, geen probleem. Ik neem wel een pilletje. Wacht even. Ik zal zeggen, je gaat nu een keer een kostuum kopen met een wit hemd. Hetzelfde wat je nu aan hebt, maar met een wit hemd eronder en een plastron. Want de stadsverantwoordelijke komt in de stad. Onze nieuwe stadsverantwoordelijke. En ze hebben gevraagd of wij die willen vervoeren. Oh, oké. Okay. Ja, geen probleem. Dus met witte kledij en wat nog? Je pakt gewoon die jouw outfit dat je nu hebt, maar met een wit hemd eronder en een zwarte plastron. Wit hemd, zwarte plastron. Oké, komt in orde, ik ben direct terug. Oké. Spreken we hier af of ergens anders? Ergens anders. Ja, kom maar hier. Oké. Dan kan ik ook nog mijn contactje bellen voor de gepaste auto's. Oké. Godverdomme! Chef, mijn wagen is weg! In een gesloten garage! Dino! Ga van je telefoon! Oeps, foutje. Ja, wat zei je? Ja, mijn wagen is weg in een gesloten garage.
Maak dat mee! Die van mij ook, fuck. Ja, dat is klote. Wacht, ja, ik heb Jonathan, kom ons maar ophalen. Ik bel hem wel. Dat Jonathan in de buurt is, want ik heb geen zin om hier te blijven wachten. Moet wel dringend eten. Weet je wat? Maar hierachter is, hierachter is toch de kledingwinkel, gaat daar anders ook wel aan toe? Nou ja, slim idee. Maar ik heb Jonathan nu wel al gebeld. Ja, is wat. Ah ja. Ja, loop maar. Maar hij moet toch tot hier. Ja, sowieso. Gemakkelijker. Waar is die kledingwinkel? Ja, hierachter. Hallo. Ze wilden een eindje lopen. Godverdomme. Hey Cleo. Welkom. Blij dat je weer meekijkt. Ik heb veel gemist. What's heel up, veel. Baby girl? Nee, ik heb eigenlijk nog niks gemist. We hebben even de nieuwe garage bekeken, dat is ook. Nu moeten we even naar de kledingzaak lopen. Chief, ik had een vraagje. Moeten wij gewapend de escorte doen of ongewapend? We zullen wel best toch een wapen meepakken voor de zekerheid. Je weet nooit wat er gebeurt in stad. Ja, voilà. Handwapens of iets zwaarder? Pakt uw handwapen mee, maar draagt uw zwaarder wapen op uw rug. Oké, pak hem mee. Geen probleem. Doen we. Yo. Oké, dus hoe gaan we nu weer staan? Want deze is altijd zo fucking irriterend. Oké, toch redelijk goed. Hierin doen of? Even denken. Iets met een plastron. Hebben wij hier iets met een stropdas? Zot van dat ik de hele tijd slecht sta. Staat nog niet goed. Ik moet zo staan. En dan. Ja, oké, nu kan ik het deftig zien. Ja, dag Johan. Ja, dag Jonathan. Weet jij waar je die stropdassen vindt? Nee, ga ik er ook op zoek naar. Godverdomme. De meeste kleding spannen ook gewoon niet in. Hè. Thank you.
geen stropdas. Wat blijft Johan? Ik vind geen stropdas. Ja, ik ook niet. Wacht even, hè. Johan. Ja. Je moet eens tussen kettingen zien, denk ik. Okay. Ja, gevonden. Ziet er toch goed uit. Oké, de broek kan echt niet. Ja. Ik heb niet genoeg geld op zak. Ik wel. Heb jij toevallig 5 euro voor mijn man? Oh my god, jij cheapskate. Heb je zelfs geen 5 euro? Ja. Armoede. Ik heb juist 245 euro op mijn rekening, op mijn dingen staan. Op zak. Anders moet ik nog rap even naar de bank. Dank u wel, man. Ik krijg dat wel terug. Alsjeblieft, je arme poedel. Nou, ik zie je daar. Oké, tot zo beet. Dat zijn oor-accessoires. Wat met een bril hier? Nope. Verdomme. Ach, god. Komt dat ook zo te staan? Een bril. Dat zijn allemaal helmen. Geen brillen. Oh ja. Staat er ook op. Helmen. Noodbrilles. Zijn wel weer brillen. Ah, brillen. Zo, en zwart. Bye. Yep. Die BMW van hem. Zeg, Armoedzaaier, met welke auto ben je? Zeg, Armoedzaaier, met welke auto ben je?
Met een BMW normaal gezien. Ah, hoor je mij niet goed, Leo? Wacht, geef me even. Zo, ik hoop dat dat beter is. Als er zo'n naked thing door staat, dat... Oké. Voor op een hoger te kruipen, wahaha. Ik bedoelde voor op een hoer te kruipen en was die geen mistyping. RL te lijken? Oh, real life. Hahaha. Ha, ha. Big Spender. Zomaar zeker dat een Big Spender zijn. Godverdomme. Oh, berichtje van Christian. Convoy is in orde. Contactje. Reent hem. Zijn wagens. Dit zal toch wel goed zijn, zeker? Nee, je ziet er slecht uit. Ach, jong. Met welke wagen ben jij hier? Normaal gezien ben ik met een BMW. Oh, oké. Okay. Daar rijd ik met jou mee. Oké. Okay. Mijn wagen is gestolen uit onze garage. Toch niet mogelijk. Hey. Dat is minder. Ja, zeg mij wat. Dan doe je hem niet op slot omdat er binnen in de garage staat, is hij nou alsnog weg. Stap in. Kutstad. Als ik erachter kom wie dat gedaan heeft, die knal ik voor zijn baas. Ga eerst even naar Blokkenpark garage als je wil. Ik moet eerst nog iets ophalen. Goed. Van waar heb je dit nu weer vandaan gehaald? Ook gestolen. Haha, dat wilde wel. Belangen niet. Ah, oké, okay, ja. Dat is waar. Ik stelen. Je kent me toch beter. Sven, aan mij geven. Dan. Gewoon aan mij geven, Sven. 2,2 miljoen kun je gerust aan mij geven. Voilà, ze. Dankjewel. Hé, hey, wacht je even. Of nee, laat maar, ik kom wel met mijn eigen wagen. Nee, ik kom wel met mijn eigen wagen. Oké, dat was goed. Doei, tot zo. Speed. Yo. Even de lammer. Ja. De lammer is bij. Of course I wish. Anders zou ik het niet zeggen, Sven. Dat gaat aan mij mocht geven. Wacht, wat? Waar is mijn handwapen naartoe? Ah, kom op. Wat verdomme. Mijn handwapen weg. Tuurlijk. Krijg nou de tyfuslijers. Weg zijn we terug naar de garage. Ja, kom op. Die Lambo is echt veel te breed. Okay. Zo. Nu hem op slot. Een wapen en dan... Waar staat hem hier? Shit. Assault, mitrailleur de combat, carabine special. Fuck, we hebben geen handpistolen meer. Hey, Christian, die nou? Christian, sorry. Yo, nu is Christian. Ja, sorry. Hebben wij nog handwapens? Want blijkbaar is mijn handwapen verdwenen uit mijn wagen.
Oké, dat is eigenlijk naar. Ja, de Soul Rivals dat ik erin, maar dan gewoon, neem dan gewoon maar het zwaar. Neem gewoon direct maar het zwaar geschud. Ja, die heb ik al bij. Voilà, die ga ik op de rug doen. Want die ga ik ze bieden. Ik ga even over het wiel lopen, want ik ga er een aan dingen ook geven aan Joris. Oh, ja. Sling. Aan. Welke wagen moet ik nemen, chef? Zeg, waar blijft de Jonathan? Als je hem moet rekenen, dan is hem ook op de baan. Welke wagen neem ik? De achterste, de voorste, de middelste? Wat doen we? Dan zeg ik wel de middelste rijden. Welke nog gaan? Kies dat, joh. Oké, ik rij achteraan dan. Oké. Okay. Zij voorzichtig en neemt niet te veel en niet te weinig afstand, want die auto's zijn niet van mij. Ja, ik ben er heel voorzichtig mee. No worries. No worries. Zo, ik kan rijden, chef. Ik kan rijden. Het is vooral voor tegen Jonathan dat je het moet zeggen, want die idioot kan helemaal niet rijden. De Combat MG. Is het stealing my guns? Nee. nee, Tim had nieuwe wapens allemaal aangekocht. Dag, meneer agent. Ik zeg goeiedag, meneer de agent. Ja, goeiedag. Goeiedag. Hallo. Ja, oké, dit gesprek leidt nergens op. Kan ik lean card doen? Dat ziet er al veel beter uit. Ik weet niet of dat, waar dat Tim eigenlijk de wapens vandaan heeft. Dat is eigenlijk ook maar iets heel raar hoe dat allemaal hier gebeurt. Hè. Voor degene dat zei dat mijn mic wat stil was, is het nu in orde? Hoorde mij nu wel deftig? Ja, mitrailleurs, wacht, ik ga hier op het lijstje, ik heb het lijstje hier bij me. We hebben carabine specials, we hebben mitrailleurs combat, carabine assaults, SMG's, van alles. Berichten. Mannen, niet vechten over wapens, kom al. Dat mondt alleen maar uit op een schietgevecht. Dat is vuurwapengevoelig. Als Maurice aan het meekijken is, bezorgde jij met z'n biet anders een keer die vertalinglijst voor de wapens. Dan vertaal ik dat snel even. Want dat allemaal in het Frans staat, dat vind ik niet kunnen. Dat moet allemaal naar het Nederlands. Oké, even kijken bij Christen. Hoe lang nog, chef? Wel, ik ga juist de piloot. Wat ga je doen? De piloot sturen. Ah, oh, oké. Waar moeten we hem ophalen? Daar moeten we gewoon de police volgen. Ah, oh, oké. Goed. Ja, gewoon de police volgen. Ja, maar in de mijn is het niet veel naft, Samad. Ik
weet niet of ik dat kan kunnen aanhouden. En in die van u, ja, wel echt. Ik ga snel even kijken. Nou, 58. Anders moeten we snel even aan een tankstation stoppen. Waar tankt je die? Nou, als ik het tankgat niet vind, tank ik hem daar. Wat? Kan later. Okay. Ja, ik weet het, maar later kan ik denk ik niet meer. Wacht. Zo, voilà. Dat is later. Ik hoop dat je nu niet de hele tijd gekraak hoort, want de laatste keer dat ik dit deed, was het alleen maar gekraak. Even kijken. Een van relaties. Alleen maar liefde voor Christian. We love Christian. But Johan loves his hookers more. Ja, die ruis, dat is mijn PC dat gehoord. Die blaast echt enorm hard. Maar ja, er zitten ook iets van een 6 fans in, dus zo. En als ik aan het streamen ben, laat ik die heel hard gaan, zodat hij zo cool mogelijk blijft. It's the icebox PC. Doe ook voor u hetzelfde, Johan. Kun jij via. In die notte is het ook een radio ingebouwd. Kun jij via de radio dispatchen op een OOC waar ook de Johan en de Flik in zit? Oké, maar dan moet ik in mijn auto blijven zitten. Ja, dan kunnen we met elkaar blijven communiceren terwijl we het convoy aan het rollen houden. En op welk kanaal zet ik hem? Waar de Johan en de Flik in zitten. Oh ja, geen probleem, ik switch even. No, ik zal het ook uitzoeken welke OSC dat is. Oké. Nou, allemaal in Discord. Dus dan gaan we dit doen, jongens. Jullie gaan allemaal kunnen meevolgen, normaal gezien. Ja, dat is het deze. Ja, ik ben op weg naar de Johan. Ja, oké, ik denk dat ik erbij ben. Oké, jullie horen me goed. Dan mag meneer Agent vertrekken. We moeten alleen onderweg nog een keer stoppen, zodat ik de piloot kan dispatchen dat we erbij kunnen. Oké. En waar wilde jij stoppen? Het is naar het vliegveld, hè? Hoerenneuken, nooit meer werken. Hoerenneuken, nooit meer werken. Zeg Johan! Sorry, ik zat met een liedje in mijn kop. Ik weet niet waarom. Ik dacht er ineens aan. Ik wil niet veel zeggen, Johan, maar Vito is vandaag. Wat zeg je? Vito is vandaag de stad niet in, hè. Ah, fuck. Geen horenneuken, hè. Alhoewel, ik kan het altijd bij zijn rechterhand daar, of linkerhand, wat je het ook wil noemen. Hey, er is iemand tussen ons gekomen. Een witte Ford. Laat hij anders eerst passeren. Ja, ik laat die even passeren. Ga verder op kant, Jonathan. Ja, ik wil niet tegen de paal rijden, hè, man. Voilà. Oké, we kunnen verder. Oké, we zijn weer weg. Zorgen dat er niemand tussen kan glippen, jongens. Jo. Doodrood gewoon, zeker? Joh. Ja, we hebben gescoord, dus wij mogen. Holy shit, wie is dat met die jeep dat zo als een tering soffer bijrijdt? Geen idee, wat dat was maar raar. Ja, vond ik ook niet, Remmen. Die zijn een bumper en zijn... What the hell? Die zijn een auto kopie. Die hersendode, die heeft een zwevend dak. Jongens, ja, ik denk dat die hersendode een klein accidentje heeft gehad. God, zou je denken? Klein? Ja, kleintje maar. Een kleintje maar. Moet maar eens langskomen bij ons, hè. Ja, meneer Vito zit agent? In mijn hoofd, ja. Ja. Meneer agent, het kan wel wat sneller als je wil, want dit gaat pokken traag. Kunnen we even van kant? Dan kan ik de dingen dispatchen, de piloot. Oké, geen probleem. What the fuck? Wat? Huh?
Wat de hel gebeurde daar nu weer? Man, er gebeuren rare dingen in de stad vandaag. Ja, de hersenlozen zijn vandaag wel heel hersenloos. Precies. Die zijn ruit hangt ook binnenste buiten. Dit is niet meer normaal vandaag. Zeg man, uw plaat blijft hangen, meneer de politieagent. Ja, zet eens een andere plaat op. Of zet die plaat gewoon af. Mannekes, smaat aan de politie, laat hem gewoon doen. Allee, we kunnen terug vertrekken. Okay, ik heb hem in de piloot gespeeld. By the way, Jonathan, uw rechter richting auto staat aan. Nog altijd? Nee. Oké. Okay. Hij vergeet ook alles, hè. Dan heeft hij een dashboard, nee, kijkt er hij nog niet naar. Ik had hem afgezet, maar het blijkt dat hij op zijn Netflix... Oké. Okay. Laat ons hopen dat dit allemaal lekker smooth gaat. Yep, dat mag ik hopen. Maar ja, we zijn erop bewapend, dus. We zijn er ja, dat wel. Mijn contactje met een gepanzerde limo gegeven, dus dat kan wel wat verstaan. Er kan niet veel mislopen. Okay. Hebben wij ook iets van pansering of niet? Die auto's weet ik niet, dat heb ik niet. Ik wil er niet vrezen voor mijn leven. Nou, het zou gemakkelijk zijn, moest iemand ons achtervolgen, dat we kunnen rammen natuurlijk. Als ze gepanzerd zijn, gaat dat iets vlotter. Dat is wel waar. Dat is de eerste garage hier, hè? Is de loods. We doen verder. Nou, ik zou zeggen waar het vliegtuig staat. Ik weet niet, ik zie geen vliegtuig staan. Ik ook niet. Ik ook niet. Nou, we zullen even wachten naar waar dat vliegtuig is. Als vliegtuig. Oké, zetten we ons achter elkaar? Zetten we ons achter elkaar? Convoy doe je altijd achter elkaar, Jonathan. Ja. Nooit een escorte gedaan? Nee. Nou, je moet ze eens bellen. Dat is lekker geil. Waarom had ik dat niet verwacht? Niet zo'n escorte. Oh, ja, sorry. Nou, bij een escorte ga je toch ook altijd in één lijn? Oké, ik denk dat we nu wel kunnen uitstappen. Johan, houd u maar serieus. Ja, dan gaat Jonathan ons niet meer horen, want nu zit hij niet meer aan de CB. Ik heb een oortje in, dus dat werkt wel. Oh, dat is geconnecteerd. Ja, oké. Ik heb geen oortje. Ja, daar ga je. Niet meer via uw radio. Ah, het vliegtuigetje. Ik zei dus, ik heb geen oortje. Dus ik blijf wel zitten. Nou, als ik tegen mijn auto... zo, horen jullie mij? Ik zit toch tegen mijn auto. Mannen? Hallo. Ja, geef. Doe ik even de achterste deur open van de limo? Ja. Ja, zo. Was slash info warm? Spelen met. Slash info. Wat was dat? Arms. Spelen met. Jongens, wat was die shortcut nu weer? Volt arms of zoiets? Slash E volt arms? Weet iemand dat nog? Nee. Ik zit nog in die Discord call. Fuck. Even muten. Weet iemand wat dat die shortcut weer is? Slash E non volt. Ik weet het meer. Nou ja, te laat nu.
Mannen. Iedereen is gemute in Discord. En wat? Zo kan ik de chat niet lezen, wacht. Als ik die hier verschuif. Zo. Zo. Zo kan ik chat lezen. En dan dit zo. Nee, dat kan ik dan niet lezen. Hij valt de spons on fire. Sweet balls on fire. Dat wordt een feestje, jongens. Dat wil ik ook niet missen. Jongens, alarm, alarm, alarm! Ik zie dat u instapt. Allee, ik ben pas uit mijn oude stad waar mensen naar zijn. Jongens, er zijn gezien, gewoon flitser, flitser, wegwijzen, kom op. Ja. Oké, dit was niet goed, jongens. Ik denk dat het een journalist is, maar ik ben niet zeker. Maar we moeten hier zo snel mogelijk weg. Ja, gaan. Ja, inderdaad. Ja, voor mij mogen we vertrekken, man. Gewoon keren of gewoon de andere poort nemen. Andere poort nemen. Andere poort nemen. Niet de terugkeren. Uiterste. Niet terugkeren. Ja, maar ik ga wat gas geven. Liefst. Dit zint me voor geen meter. Ja, mij ook niet. Ik vind het ook vreemd. In principe hadden we voor goed te zijn nog twee maal moeten hebben gewoon van de poort te kijken. Inderdaad. In principe wel, ja. Waar is die andere poort? Ja, als hier alle poorten moeten beginnen bewaken. Ik heb drie man nodig. We hebben meer nodig, hoor. Oh ja. Zo, ik heb mijn. Je kon hier gewoon naar rechts gaan, hoor, door de tunnel. Oh ja. Oh ja, dat kan. Gewoon recht door nu. Hier. Oh. Hier naar links, naar rechts. Ja, hier kan ik door. Oké. Via achterkant van mijn bedrijf. Oh, sorry. Ik zei het je toch, ik zei het je toch dat Jonathan weer in ging crashen. Ja, man. Sorry hoor. Die vent kan man, echt niet rijden. Niet van mij, hè. Ja, sorry. Nou, wat moet hij eigenlijk? Wij moeten naar de Maze Bank. De Maze Bank. Sorry jongens, als ik nu even de chat niet lees, maar ik kan er niet aan doen. Johan, worden wij gevolgd? Niet dat ik al zie, nee. Oké. Okay. Let op, vanaf dat we op de baan komen. Ja. Ik kijk. Oh, hij is hier, hij is hier. Ja, dat is die Ford. Is hier. Dat is die Ford. Rijden, wegwezen. Flik, gassen. Hij volgt. Christian, als je wilt dat ik actie onderneem, ram ik hem van de baan. Nee, rammen gaan we niet doen. Zijn zijn wagens niet. Voilà. Oké. Okay. Ja, dan wil ik wel, als we iets vooruit rijden, wil ik gerust stoppen, uitstappen en de banden proberen lek schieten. Dat is pas als we als echt een bedreiging vormt. Als we echt niet meer anders kunnen. Ik zou zeggen, probeer hem gewoon zo snel mogelijk op. Demmen. Ah, ik kan een wegstuur hebben, zat. Oké, ça va. Ja. Ik zie hem niet achter ons momenteel. Oké, is goed. Ik rij gewoon. En hier naar, naar rechts de brug op. Oké. En dan is hier de Maze Bank Tower. Aan de rechterkant. Okay. Ja. Nou, dat was succesvol. Wachten met uit. Zeg dat je moet wachten met uitstappen tot wij de locatie beveiligd hebben.
Volgens mij lijkt het veilig. Oké. Laat hem maar uitstappen. Ik sta aan de ene kant. Jonathan, pak jij de andere kant? Zal ik in het midden staan? Oké, hij mag, hij kan uitstappen veilig. Mijn kant is clear. Ik denk dat het veilig genoeg is, jongens, maar ik ben niet zeker. Ja, ik heb mij gemute in Discord voor de zekerheid. Nou. Ja, pit manoeuvres, ja. Wel. Twee. Johan, kun je even tot hier komen? Meneer De Lange vraagt de nummer van de heer Sorion, de nieuwe mobiele. Ja, kom in orde, chef. Ik kom af. Goedenavond, meneer De Lange. Ja, goeiedag. Je hebt het nummer? Of ik heb de nummer. Ik kan u niet echt horen. Oh, shit, ik hoor een auto. Hoort u me nu? Kan uw stembanden niet zo goed werken. Hoort u me nu, chef? Sorry, meneer De Lange. Oh, ja. Ik ga u het nummer geven, mijn excuses. Ja. Verdachte. Ah nee, het is Oké, meneer De Lange, het nummer is 04-7-9-4-9-1-2-7-1. Ja, we moeten zeker zijn dat meneer De Lange vrij in orde is, hè. Merci, man. Meneer De Lange. Graag gedaan, meneer De Lange. Nu. Ja, maar hij moet veilig zijn ook. Wat soepje mij hier kosten? Dat is niet ons zaak, denk ik. Ik zal tot nog eens langskomen voor het contractje. Dat komt vandaan. Oké. Ik zie een witte focus er is. Ik zie hem ook. Ik heb hem in de smieden. Ik zie hem ook. Oh, hier, als jullie mij excuseren, ik ga naar mijn bureau. Er rijden nu twee van mij. Zo zal ik met veilig zijn. Ik wil nog even blijven voor de veiligheid van meneer Lange wel passen. Ja. Ik heb de witte niet zien passeren, dus ik ga eens kijken. Als je dan... Ik heb hem ook niet zien passeren. Zit er nog eens? Dat kijk ik van achter mail voor als je dan niks vindt. Oh, dat is goed. Fort RS passeert voor de tweede keer. Fort RS passeert voor de tweede keer. Die gast blijft hier voorbij rijden, hè, man. Ja, dat zeg ik lang, toch. Als dat hij nog lang blijft zeven, krijgt hij een kogel. Ja, nee, ja. Hij is er weer, hij is er weer. Ja, zien hem. Ik heb hem in de smiezen. Nee, kan dat niet zo'n hersenloze zijn? Nou, nah, het zou kunnen. Daarom dat ik ook niet schoot. Ze rijden hier nu, ja, ze rijden hier nu wel in één keer heel veel rond, hè. Ja, het zijn goede kopen auto's, hè. Ja, dat wel. Ik vind dit maar helemaal niets. Wat? Nou, hier zo staan, in het open. Zit je alles dat beweegt of zo? Ja, ik zoom, ik gebruik soms het zoomertje om te kijken wie erin zit. Alles dat hier passeert. Auto. Ja, ik hou van mikken op wagens. Ik kan er ook niet dat doen. Het is veiligheid, niet, het is niet alle dagen dat ik dit wapen kan vasthouden. Sorry mensen, ik moest even hoesten. Goed, wat is het volgende? Meneer De Lange nog een keer langskomen voor het contractje te ondertekenen van de kosten. En dan zal ik hem nog opbellen voor de betalingen. Ja,
Okay, ik weet niet, van de politie zelf, dat zullen ze zelf moeten regelen met agent. Dat is in verband met de overheid, daar kom ik niet tussen. Ja, dat zijn overheidscontracten, hè, dus dat moet je regelen met de korpschef. Ja, dit doen, ja. Klopt. Oh heer, er komt, de nieuwe mobilier komt mij ophalen. We gaan dat bedrijf als eerst uitkammen. Oké. Dus voor degenen die zelfstandigen zijn, laat het, het goed in de oren knopen. Ik kom nog langs voor je boekhouding te checken, hè. Als je een probleem hebt, elke euro die mist, daar komen we wel op achter. Geen probleem, ik ben in orde met mijn boekhouding. Geen probleem. Ja, ik ook, dus ik heb geen enkel niks te verbergen. Allee, en als het hier veilig is, dan mogen we je letterlijk wel vertrekken, hè. Oké, is goed. Zoals je wilt. Johan en Jonathan, kom je met mij nog mee? Ja, chef. Ja, ik kom nog even in de buurt blijven, even nog wat controles te doen. Ja, ik zou die RS daar eens gaan controleren, want dat is nu al de 16e keer dat hij voorbij rijdt. Ja. Ja, dat is niet normaal. Kunnen dat geen hersenlozen zijn? Het zou kunnen, maar... Een van die auto's heeft xenonlichten. Ja, de voorste heeft xenon, dus dat kan niet. Ik weet uit ervaring dat hersenlozen geen fan zijn van xenonlichten. Ja, en de rijstijl alleen al is zo hard. De rijstijlen zijn ook alleen al anders. Ja. Ja. Anders hou ik hem even aan en vraag ik wat de problemen zijn dan. Is goed. Ja, is goed. Goed plan. Okay. Maar wij mogen vertrekken. Wij mogen beschikken, denk ik. Oké. Fijne avond, jongens. Fijne avond, meneer De Lange. Ja. Oh. Fuck, controle. Christian? Ja? Oh ja, je zit al in de wagen. Fuck, controle. Nu, serieus, boekhoudingscontrole, is dat een fiscus of zo? Ja, zo is. Oké, nou waar rijden we nu? Gewoon terug naar de car, naar de Chirurg. Oké. Als je dat ziet, kunnen we eigenlijk een ding beginnen, een securitybedrijf. Eigenlijk wel, ja. Maar wie gaat dat nodig hebben? De burgemeester. Meneer De Lange, alleszins zeker. Ja. Ja. Zeker en vast. Wat is het plan? Gaat hij nou gewoon iedereen controleren of wat? Wat ik heb gehoord is dat de nieuwe stadsverantwoordelijke wordt, dus wat vervangend burgemeester. Ja, oké. Okay. De andere burgemeester was omkoopbaar, misschien hij ook. Ik zou de vorige burgemeester niet gekend. Hel was er zelf een. Nou, ik had gehoord dat hij. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb verhalen gehoord dat hij vlotjes omkoopbaar was. Hoi. Want ik heb genoeg op mijn rekening staan, maar... Nou, mijn boekhouding is alles in orde mee. Alles kan getraceerd worden naar de winkel, dus. Ja, bij mij ook ze. Ja, dat is het probleem. Bij mij, mijn illegale waar ik daar vannacht verkoop, dat gaat wat anders. Ja. Waar ga je die zetten? Die ga ik die laten staan. Maar in principe wat je kunt doen is zeggen dat... Dat is niet straatlegaal. En dat je dat in contracten zet, hè? Ja, dat is. Maar ja, dan rijden al een paar van die wagens rond, dus dan moet hij die contracten laten zien. Ja, maar dat is niet zijn probleem, hè? Ja, misschien ook. Dat is een hersendode. Dat is geen hersendode meer, dat. Nope. Dat denk ik ook niet, nee. Hij rijdt weer die ene die dat rood rijdt. Ja. Ik denk dat ze al gedacht hebben dat we nog. Dat hem nog bij ons in zat. Ja, waarschijnlijk. Hoe is hem daar terug? Want ik dacht dat hij juist iemand was aangehaald. Maar dat was een hersenloos. Ja, hij is ons aan het volgen. Hey, Tompie, bier! Bier! Als iemand een locatie stuurt, dan ben ik. Maar zet ze anders maar gewoon binnen van achterin. Ah, wel. Sven, dat is een goed gedacht, jongen. Een pintje. Mannen. Het is 9 uur, ik ga zo dadelijk 5 seconden in break. De poort is toe. Is hem nu nog altijd aan het volgen? Ik ga zobiet even in break en dan ga ik mijn pintje pakken. Lijkt me wel lekker. Ik zet hem volledig van achter. Zet ze maar van onder. Ja, beneden hè. Wacht even, Johan, als je. Ja, oké. Okay. Wacht even, hè. Ja, ik wacht. Ja, doe maar. Oké, chief. Zeg maar wanneer ik kan, chief.
Ja, doe maar. Hier een tieten. Lololololo. Dat zou wel nog iets tof zijn voor de Vito-test. Wie heeft maffia-materiaal? Den Tom? Dat zou wel nog iets goed zijn voor de Vito-test. Hey, als ik zoiets doe, is voor de video voor mezelf ook. Ja, ja, dat zou wel zijn. Ik doe mee, zolang dat ik er maar geld mee kan verdienen. Oh, tuurlijk. Als jij onze chauffeur wordt. Ja, dan worden wel alle wagens weer beschadigd. Tja. Ik denk dat jullie die nu wel veilig zijn. Wat blieft? Jullie zijn nu wel veilig. Nou, de CB is uitgezakeld, chef. Ja, bij mij ook. Maar je moet er ook af. Nou, dan Tom is, maar hij wil zijn, als hij in de server komt, wil hem zijn dingen zetten. Voilà, dat ben ik er ook van. Ik ook. Nu ben ik alleen aan het denken hoeveel ik die gast ga vragen. Nou, ja. 80. 80 kop. Ik zal 100 opschrijven. Ja, dat is misschien. Ja, wel, ja, ja. Wacht, als, er, hey, als hij toch een fiscalist is, geef hem maar 150. Wapenhuur, autohuur, en alle shit. Chauffeurs, beveiligingsagenten, politie-escorten. Maar die rekenen we aan, maar we hebben ze niet betaald. Nee, dat is. Maar ik ga het contractje wel opstellen daarvoor. We gaan er wel een. We gaan er wel een contract van opstellen dat op de BTW staat. Ik ga die dan niet zwart laten betalen. Nee, liefst niet. En nee, zet er de NAFT-prijs ook maar bij. NAFT-consumptie. Zet dat wat? NAFT-consumptie. NAFT, juist. Zeker. En dan, ja, hij heeft ons... We hebben een uurtje voor hem gereden, dus ja. Het is dat, hè. Uurloon ook, hè. Ik ga subiet nog tijd voor een andere convoy, want ik heb subiet een klant die met een hele grote lading met opium als dat binnenkomt. Ik heb daar altijd tijd voor, zeg. Ik heb er altijd tijd voor. Nee, ah, wel. En die moet getransporteerd worden naar... Jullie weten het misschien nu ook al of nog niet. Ik heb de Mackenzie Airfield sinds gisteren gekocht. Ja. Nee, dat wist ik nog niet. Nee. Ja, wel. En die moeten het lab uit. Oké, ja, zeg maar wanneer. Zeg, kunnen wij eerst onze deal doen? Ah, van Jotto's. Ik hoor hier denk ik dingen die ik niet hoor te horen. Jawel. Jonas, want ik heb je zoiets ook nodig. Jonas, jij mag veel horen. En wat maak alles wat hier gezegd wordt, blijft hier. En als het buiten komt, jaag ik je op. Je zit ook een associate van de linkscrew, dus... Je mocht eigenlijk rustig. Superjust. Ah, voilà. Dus dat is geen probleem. Maar ik vermoed, Jonathan, dat gaat over die auto en die kamionet. Wat zei je? Was het tegen mij? Nee, tegen Jonathan. Nou, ik dacht dat je Johan zei. Ja, ik dacht ook dat je Johan zei. Sorry. Nee, zeg het nog eens. Het over ja, die, dat is waar. Zolang het dat het Tom maar onheil kan spellen, die kan veroorzaken, is die gelukkig. Die staat niet ja, om bij Jonas hier te komen halen. Ja, de zandkoek van de zandkoek wordt afgebleven, hè, Sven. De zandkoek mag niet aangekomen worden. Johan, heb jij even tijd? Voor wat? Kun jij mij en Jonas daar even afzetten, dat wij onze dingen kunnen regelen? Ja, tuurlijk. 100 euro per mijl. Ja, ik zal wel met mijn auto gaan. Nee, is goed, Jonas. Ik zet je wel af. Idioot. Oké, passeer dan eens even in zijn bank. Nee. Jonas, ja, contacteer ik ze. Nou, maar wat wil Cedric eigenlijk dat ik hun twee afzet? Ik heb van een auto met twee plaatsen. Ik kan die niet afzetten. Zijn die nu hier binnen gelopen?
Zeg, Jonathan, vraag je. Je wilt dat ik jou en Jonas meeneem, maar ik heb een Lamborghini. Dat is maar een tweezitter. Dus dat is moeilijk. Ik zal kijk maar, ja, kom mee met mij. Jij kunt toch goed met een auto rijden. Ik ga mee met mij, met mijn BMW. Wat bedoel je? Ik zet jullie daar af. Wij regelen het gezever wel. En rijd jij dan gewoon met mij en Jonas naar mijn car dealer. Oh, dus ik moet met jouw BMW rijden? Of met een andere auto van mij. Een van mijn twee aankopen, die zijn toch voor jullie dus. Ja, oké, dan pak ik die BMW wel. Ja, ik heb een repair shopje bij mij, dus stel dat er iets aan is, kan ik hem wel direct repareren. Oké, ja, ik heb geen repairkits bij, maar is goed. Ja, ik heb een shopje, dus dat is geen enkel probleem. Ja, ik pak niet zomaar uit mijn shop. Ik koop het aan mijn verkoopprijs, zo blijven mijn btw-cijfers. Nee. Ik heb een garage, man. Oh ja, was ik vergeten. Aan mijn car-dealer heb ik een garage, dus... Oh, honger? Ah, by the way, het zal Jonathan, nog niet anders maar even nog uw wapen op uw rug draagt, want ze weet voor dat konvooi kunt ook nog wel beveiliging gebruiken. Ja, maar momenteel ben ik niet als beveiliger in dienst, dus als ik word tegengehouden door de politie, ja, of ze zien mij met dat wapen, is niet goed. Ja, als je masker aan doet en als je crewkleding aan doet met je masker aan, dan gaan die je niet herkennen. Ja, oké, dan ga ik snel even met de lamp op mijn crewkleding gaan aandoen. Ja. En wat heb je masker? Nope, nog niet kunnen achtergaan, man. Even mijn crewkleding gaan halen, jongens. Wacht, wat? Is er iets plat gegaan? En hij heeft zijn poort weer niet toegedaan. Typisch. Hallo? Zeg, ja? Hoe zit dat nu met die bestel? Hoe gaat dat dan? Wacht binnen op Jonathan. Ik moet even andere kleding gaan aandoen. Ik ben direct terug. Met mijn niet vergis, kan ik langs hier naar mijn appartement rijden. Ja, Vito is toch niet in de stad, dus ik kan niet op de hoeren gaan. Vastlaten. Niemand heeft iets gezien. Dan even snel omkleden. Kleding. Crew outfit. Een kaal. Een maskertje. En dan de bril. Waar? Ja, toch nog. En dan de pet. Zo. Doe wat fit aan. Maar ik heb normaal nu ook een reservesleutel van elke auto. Eerst iets uit de koffer pakken. Kom op. Bijna, maar nog niet helemaal.
Misschien even een kleine perken doen. Jup. Jopla. Staat hij gedraaid. Zijn ze hier nog allemaal? Waar zijn die? Waar zijn jullie opeens? Ja man, we zijn er. Ik moest even naar de bank. Ah, oké, je bent terug. Ja, kom naar de warehouse. Of staan jullie buiten? Ja, ik ben er. Ik sta buiten. Oké, ik kom af. Ik weet niet of we met zijn auto gaan of niet. Schoon om een tweet. Man, hè, dit is ook maar een tweezit. Normaal gezien niet. Volgens een ander. Nou, okay. Oh ja, oké. Voilà. Magie. Even wachten, jongens. Jonathan, ietsje vooruit rijden totdat de poort toe gaat en mij dan even de kans geven om hem te sluiten. Oké, rijden. Goed. Is goed. Oké. Nou, wat gaan we allemaal nog meemaken vandaag? Ik hoop dat hij een opiumrun. Hoe verloopt? Ja, ik ben alleszins al zwaar geschud, dus zwaar bewapend. Ja, ik moet ze biedt nog een masker gaan halen. Ja, kun je best wel doen, ja. Ik moest de andere kant uit. Ja, inderdaad. Zo geraakte de hoop. Hey, Jonathan, wat vind je trouwens van mijn bedrijfswagen? Is wat anders dan die lelijke gele Mercedes, hè? Ja, dat is een feit. Maar ja, kijk. Hey, zoveel rijk ik nu ook weer niet meer met de taxi, hoor. Ik laat mijn chauffeurs rijden nu. Die kunnen... Thomas, ja, man. En verdienen ze je goed? Boah. Want ik zie er niet echt iemand rondrijden. Ja, ze zijn alle drie de stad uit nu. Nou, die werken nog minder dan dat ik deed. Zeg jij doet. Well, er is één iemand die wel redelijk veel rijdt. Christian is een heel drukke zak, man. De rest... Als de rest nog lang weg blijft, hè, dan vliegen ze toch weg, ze. Nou, dus dat gaat niet al te lang meer duren dan? Op mijn kosten geld liggen verdienen en zelf mijn bedrijf geen geld toe verdienen, zo gaat dat in zijn man. Nou ja, 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 ja. Ja, langs de kant vind ik het wel jammer dat ik u kwijt ben, want ja, jij waart wel een goede chauffeur, hè, dus ja. Ja, had me dan mijn hoerenfeestje toegelaten? Dan had je me niet moeten ontslaan. Mijn imago gaat er ook wel aan kapot, hè. Dat is niet waar. Oh, ja, imago. Dat was een heel leuk feestje. Imago van een chauffeur dat niet kan rijden. En dat was taxichauffeur. Beetje kalm. Ja, hij heeft al geen imago. Ja, de enige imago dat hij heeft is de chauffeur met de meeste wrakken. Yep. Het record staat momenteel op zijn naam. Ja, dat weet ik. Ze rijden voor geen kut. Nee, ik kan er deftig mee rijden. Ik heb niet, nog bijna geen enkele... Oké. Ik heb er één in de prak gereden, heel in het begin. Maar ik heb daarna geen enkele meer. Dus je kan het niet op de Mercedes steken. Je hebt al, maar kan die BMW kapot. Ja, ik zeg het toch. Hopla. Ja, ja, tegen de nieuwe auto's. Die ga je mogen betalen, vriend. Ja, inderdaad. Jij bent officieel de slechtste chauffeur in Zandhoven. Dat wordt betaald. Ja, is niet waar. Keer, jawel. Oeh, voilà. Goed, Johan, ga je niet mijn dealer zijn? Ja, ik zou... Ik denk het wel. Sava, is goed. Ik zou toch minstens een schadevergoeding van 12. Misschien 5. Ja, die pech heb je, ik heb niet genoeg. Kom.
Wie betaalt zijn mensen goed? De Christian. De Christian betaalt zijn mensen goed. Ik mag echt niet klagen. Voor zo weinig dat ik eigenlijk moet doen. Want ik had gehoopt dat ik wat meer tuner dingen kon doen. Maar nou. Het zat er nog niet in. En ja, Tompie, zijn imago is een pinks gegroeid. Nou, mannen, ik zie hier een flatscreen staan. Ik ga even genieten van het beeldscherm. Zeg. Godverdomme. Oh, godverdomme, slash E, zit. My god. Voilà. Wat? Is dat? Ah nee, dat is een server alweer. Ik dacht dat het een Ford Raptor was. Ik ben eigenlijk aan het wachten tot mijn Honda eindelijk terug in de stad is. Want die moet nog aangeleverd worden. Ja, dat is waar. Ja, ik weet het. Ja, er zijn al heel veel mensen aan het bijkomen, dus dat komt wel goed, hè. Moet ik met die truck rijden, of uit de buurt willen blijven? Moet ik met die truck rijden? Dat wel. Nee, kom. Even wachten. Dat is alleen, wat ik hier net zeg, dat is alleen als je erin stapt voordat die verkocht is. Ah, oké, okay, ça va. Ja, Johan, als je wilt, moet jij met deze rijden. Ik wil driften met truck. Die truck. Wacht, met welke moet ik gaan rijden? Ik wil driften met die truck. Ja, ik zou kijk met een BMW pakken. Pakt jij die Chevrolet? Ja, oké. Okay. Oh, Jonathan! Ja, in mijn crew kleren ben ik niet Johan, maar Rens. Oké, sorry. Vuile tyfusleier. Verraad even mijn dekmantel. Oh my god, dat ding trekt niet op. Oh. Zoals ik zijn car dealer weet zijn. Not. Dat is deze toch? Ice cars. Goh, dat barrel gaat echt niet vooruit, hè, jongens. Mijn gordel aan? Ja. Ikki, hoe ziet het interieur eruit? Bar slecht. Maar bar slecht. Maar dat is. Ugh. Nee, ik wil er niet meer in kijken. Het ziet er echt mottig uit. Oké, let's go! Ja, tuurlijk. Moest ik zo in nemen, ik zou die gewoon lift kitchen eronder boven. Meende dat nu? Ziet het eraan? Nope, oké. Okay. Fucking hersenloze klootzakken. Ja, ik zal er ook fucking dikke banden op steken. Lift kitchen, rockclimber banden op. Een bullbar vooraan, lichtbaar op tak. En een kooi in de laadruimte. Voor de stabiliteit te verbeteren. Dat zou ik doen. Jeep Wrangler. Ik weet niet of dat die erin zit.
Christian, zit een Jeep Wrangler erin? Dat lijkt mij ook wel nog tof. Ik hoop dat daar liftkitjes en al voor zijn. Want dan koop ik mij die. Nou, alsjeblieft, Jonathan. Ja, ik ga... ja, is goed. Zet u op de kant, kan ik hem er beter in zetten, man. Ja, oké. Okay. Die een truck moet hier ook nog bij. Ja, weet ik veel waar dat die moet staan. Ik ben nog niet helder zien. Geen probleem, man. Ik ben een moersleutel, geen helderziende. Oh, die moet daar effectief achteruit in, of hè? En toek. Ja, dat had ik gedacht. Jonathan, je, voilà. Hebt, je hebt daar een krasje. Daar zo. Daar, zie je het? Ik zie een krasje. Ik zie een gigantische kras. Zal dat direct oplossen. Het is nu juist hier. Even die Renault Clio in de prak aan. Dag die nou. Geld kost naar man. Wat? Dag die nou, zei ik. Die naar Renault hier. Jij zit daar opgereden, hè? Ik? Ja, jij. Belangen niet. Zeg, Jonathan, Jonathan, ik denk dat je blind bent. Zeg dat je blind bent, hij heeft op er niet opgereden. Op mijn netvlies. Wacht, jongens, jongens, kijk even op mijn bodycam. Mijn bodycam staat aan. Kijk even op mijn bodycam. Ik kan momenteel niet op je bodycam kijken. Is... ja, op mijn bodycam is die wagen per totaal. Ik moet alleen zeggen, dat camion subiet niet per ik totaal is, want ik weet niet of je eronder gaat gaan. Op mijn netvlies is deze per totaal. Ik zie helemaal niets. Hij heeft al gedronken, zo. Ja, ik denk het. Even niet van je whisky kunnen afblijven, hè. Je laat hem inkeren in je kantoor en je whisky is weg. Oké, okay, ja. Zeg, ja, Jonas. Ik heb met mijn scherp oog gezien dat dat hier niet binnen geraakt. Ja, dat is geen probleem, man. Ik had dat al gezien voordat we op de luchthaven vertrokken. Dat is geen enkel probleem. Zeg, heb jij toevallig twee contractjes bij? Ik heb geen contractjes mee. Sava, kun jij die geven aan mij? Tegen betaling wil hij alles geven. Ja, en de betaling ook direct, hè, dan regelen we in één keer alles. Voilà, en hoeveel was dat? Denken, jongens. 100k. 100k voor wat? Voor die twee auto's. Voilà. Oké. Okay. Geldklopper. Geldklopper. Ja, die zijn prijzen kloppen langs zijn kanten. Christian. Ik denk maar dat hij een loodoverredering nodig heeft. Geldwolf. Meneer Kraps is in de house. Ja, best. Dat is het enige dat je, waar dat hij aan denkt, Perk. Niet alleen aan geld, hoor. Er is nog iets waar hij aan denkt. Een penisvergroting. Nodig? Oh ja. Ik heb gehoord dat dat maar een heel klein smurfje is. Ah, je hebt gehoord. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Hey. Ik ga heel vaak bij de hoeren. Die hoeren, dat zijn kletskousen bij mij. Ik kom binnen, die zeggen direct... ah, Rens, blij je weer eens te zien. Hé, hey, ik heb weer een nieuwtje voor jou. De Jonathan, die heeft echt maar een hele kleine. Je krijgt daar alles uit en in. En vooral alles in. En heel vaak er ook iets uit. Het is meestal, je weet wel, zo'n creampie. Johan, kom de gijs mee. Wie is Johan? Rens, kom de gijs mee. Ah, dat ben ik, ja. Oké. Okay. Hoe de wapper.
Als je nog één keer oelewapper zegt, zal ik jou een oelewapper op je oren geven! Kom gewoon mee, jong. Zeg, en stop met zagen. Wie zie je de zaag? Wat is het? Heb je me een kusje gegeven of zo? Godverdomme. Ja, wacht toch. Wacht even. Ja, geen probleem. Ik wacht hier wel tot in de eeuwigheid. Steek ik wel een sigaret op? Dat is een slash smoke, ja. ik heb een gat in mijn masker, jongens. Ik heb een speciaal klein gaatje in mijn masker voor een sigaret door te kunnen steken. Speciaal in mijn masker laten ze. Ja, wat kan ik nu voor je doen, Jonathan? Ja, Rens komt naar hier, dus ik wil iets proberen. Oké. Ja, ik sta naast je. Ja, het zal niet lukken. Ik moest deze wagen aan u verkopen, maar het zal voor even nu niet lukken. Ik ga hem even gaan zien of ik hem uit mijn garage moet gaan halen. Oké. Ik ben direct terug. Hé, hey, als je hem toch aan mij moet verkopen, tank hem dan snel even vol! Ik denk niet dat hij dat gehoord heeft. Die moet hij terug in zijn garage zetten, maar in blok apart gaat hem dat niet lukken zo. Nee, ik denk het ook niet, dat is wel te laag. Er is een hoogtebarrière op. Hoe geraken wij hier nu weg? Oei. Ah, goeie vraag. Oh fuck. Ja, jezus. Hij heeft controle, De fiscus is er al. Wij staan hier met zwaar bewapend, de fiscus gaat fiscus niet. Ja, dat is ook waar. Fiscus kan de boom in. Nu zit ik hier vast, hè. Nu kan ik hier niet weg. Dag heren. Is dat Jonathan hier? Geen flauw idee wie hier zit. Is Jonathan hier? Nee, niet gezien. Nu dat ik weet. Momenteel niet, hè. Oké, dan. Zoek. Kom er zijn belastingen naar kijken. Tuurlijk man, juist hier van het immobiliërkantoor doorgenomen. En? Hoe zit hij in elkaar? Wat? Ja, hij mist de helft van zijn documenten. Wat lief! Ja, waar zijn die dan naartoe? Je mag ze gaan zoeken. Ja, lekker. Er is anders bij het andere bedrijf nog. Ja. Maar nu de Cedric, excuse de Jonathan doorkammen. Nou, ik hoop dat je een hele grove kam hebt. Jezus, meneer de fysicus betaald, dat is een task. Nee, hij heeft zijn gsm vast, maar hij is niet slim genoeg om zijn tas te laten verwisselen. Die moderne telefoons van vandaag, hè. Ongelooflijk, ze steken ze overal in. Ik heb ooit een man gezien, die haalde zijn onderbroek van onder zijn lijf en die was ermee aan het bellen. Ik weet nu niet of hij effectief aan het bellen was, maar hij hield hem toch tegen zijn oren en zijn neus. Ik denk dat Jonathan zijn poortstuk is. Ja, wat denk het ook. Eerder als dat hij opeens zijn boek aan het voorschijten is. Die heeft zoveel schrik van mij. Nou, Jonathan schijt zijn broek vol als ziet hij een muis. Bij de hoeren. Wat vrij normaal is. Ik heb gezien dat hij zijn BMW nog open is. Kunnen jij mij anders even afzetten? Hé, Jonas, ik wil je anders wel afzetten. Geen probleem hoor. Zijn sleutels tegen de deur. Ja, laat hem maar. Die jongen die vindt dat toch niks. Ja, die vindt dat niet erg, dat we hem even lenen. Gewoon aan. Ja, ik weet wel dat mijn auto staat. Waar staat je wagen? Aan uw losshop. Oh, oké, ja, geen probleem. Wat een kutbarrel! Rijdt nog slechter dan de taxi's! Ik zal die toch niet gaan repareren. Waar ga je naartoe? Jammer. Ik was heel even mis. Ik ben zo gewoon van enkel aan de hoeren te stoppen.
Hey, weet jij waar een flitspaal is? Dan geef ik Jonathan dan even een paar flitsboetes. Ik denk zelf niet dat er hier flitspalen staan. Best. Ja, verdomme. Oula. Nee, alsjeblieft. Merci. Allee. Veel plezier nog. Even repareren, jongens. En dan snel even terug naar Jonathan rijden. Respect you? Why? What makes you special? Let's go. Zolang ze mij niet kunnen pakken, hebben ze geen bewijs. Man, die remt voor geen meter, hè. Oké, hier staan palen. Ik weet mijn weg nog niet naar Jonathan. Waar is dat hier? Ja, daar. Voorzichtig met mijn BMW, man. Ik noem niet Jonathan. De fiscus toch beter opgelet waren dan dat? Tja. Wel, laat zeggen dat er misschien een reden is. Ik had mijn voorstand binnen gesmeten, maar bon. Ja, Arne. Kun jij als eerste je papieren voorleggen van dit bedrijf? Ja, wat bedoelt u? Ja, de papieren dat jij dit bedrijf hebt gekocht en alles. Oké. De mobielier kan die niet bovenhalen. Normaal gezien heb ik dat wel. Sinds wanneer heb je dat gehad in je masker dat je een sigaret kunt doorsteken? Nou, ik heb dat daar juist al gedaan. Ik wou zo graag een sigaret, maar ja, ik moet onherkenbaar blijven. Dus heb ik er een klein gaatje in gemaakt. Je hebt gelijk. Ik zag het eens bij de hoeren toen ze mij een pijpbeurt gaf. Ze had een zeer grote mond, okay. Maar daar moest een masker voor. Dus hebben ze er een gat in gemaakt. Ja, laat mij denken. Misschien moet ik daar ook je hebt gelijk. Ik raad Vito's Playground heel hard aan. Ja, nee, maar daar is iets vaag aan de hand. Daar is niks vaag aan de hand. Die is verdwenen. Daar is ineens die eigenaar verdwenen. En daar is heel veel geld op. Voilà. Stripclub is helemaal in orde. Je gaat mijn enige vrije tijdsbesteding niet afnemen, meneer de fiscus. Wacht, Rens, even wachten. Oké. Okay. Ja, zeg dat nu nog eens, meneer. Naar waar gaat die een 20k dat je elke vrijdag moet afbetalen? Dat weet ik niet. Ik geef die aan de heer Sorion en hij doet daarmee wat dat hij wilt. Oké, dat is zijn bedrijf dus. Ja. Nee, dat er hier geen dingen in de loonshark zijn in de stad, dat is al op. Ja. Oh fuck. Linkscrew is fucked. Onze inkomsten weg. Qua voertuigen heb je bepaalde aankoopscontracten of zo van materiaal? Nee, dat heb ik niet. Nee. Dat materiaal stond hier met de aankoop. De auto's stonden al in mijn vorige locatie. Maar daar zijn toen nog geen documenten voor opgemaakt. Ja, dat is top. Nou, dan zou ik eens met de importeur praten en vragen dat hij de papieren wilde in orde brengen. Ik ga gewoon een keer een lesje van hem op laten maken. Ik kan die daar wel op natrekken bij hem. Dat is geen probleem. Uh-huh. Dan, wat hebben we nog? Ik kan bekijken bij u. Je bent ook taxibazen volgens mij. Ja. Jij enige papieren van dat? Nee, want ik heb dat niet aangekocht. Dat is mij gegeven als ik hier de stad ben ingekomen. Omdat dat nodig was.
mij. Ik heb hier een heel lijstje binnengekregen van de baguette. Die had wat van alles geschreven. Ja, dat klopt, dat klopt. Oh, voor de rest, je hebt werknemers gehad. Daar zijn extra bedragen voor uitgegaan, dat klopt, hè? Ja, dat doe ik wel af en toe voor mijn chauffeurs die redelijk goed rijden voor mij, die goed verdienen. Vind ik wel dat ik af en toe eens een bonusje mag geven. Ja, alleen de Johan, die arme jongen, kreeg niet genoeg bonussen. Die jongen reed zo hard en toch kreeg hij niet genoeg bonusjes. Rens, sst. Ik ben aan het babbelen met meneer. Goed, sorry. Gaan we Cedric in de problemen brengen, jongens. Nee, daar waren nog geen papieren voor opgemaakt, nee. Zie, meneer de Fiscus, ik heb eigenlijk een klein vraagje. Ja, zegt u maar. Als iemand ontslagen wordt, krijgt hij dan geen ontslagpremie? Voor zover ik weet, niet direct. We moeten maar afgesproken hebben met een oude baas. Goed. Je gaat wel, ik ga wel iets. Shit jongens, ik dacht eindelijk mijn geld te kunnen hebben. Dat je dat geld hebt overgemaakt vanuit je rekening, anders wordt dat gezien als geld witwassen. Kun jij iets van banktransacties zeker Johan ofzo, als je dat bovenhalen? Ja, nee, ik heb hem dat gewoon gegeven. Ik heb dat gewoon van mijn dingen afgehaald. Ik heb hem dat gewoon gegeven. Aangezien dat het in de probleem. Heb je niks op de bank hebt staan daarvan? Nee, want dat was... Ja, maar dat is via de dingen, dat is via de rekening van uw bedrijven. Dat is ook een bankrekening, en houd daar rekening mee. Als jij een kluis hebt, dan die ga je denk ik... Niet mogelijk. ...een keer moeten buitenaf. Heb je echt niks op je gsm staan? Kijk een keer heel... Nee, want als ik mijn bank-app open doe, dan komt er alleen maar op wat dat er op mijn bankrekening staat. Kijk dieper dan dat uw bril groot is. Oké, en waar zou ik dan moeten kijken? Kijk een keer heel goed. Open de schuiven in uw brein, je zult het wel vinden. Nee, ik heb ook geen schuiven, zo. Anders, ondertussen staan we hier wortel te schieten. Echt, hè? Kunnen de andere heren ik kan mijn tijd wel. Helpen. ik weet niks van die banking apps. Smartphones gaan mijn kopie te boven. Ik zit te vegen en te swipen op dat scherm, er gebeurt niks. Ik weet niet hoe dat jij noemt daar. De andere gast die niet altijd te praten. Ja, oké, die is dus dood geworden. Ja, bon, dan hebben we hier een probleempje al zitten, hè. Als je daar niks van boven kunt, als je daar niks van boven van kunt halen, hebben we een probleem zitten, hè. Dan hoop ik dat hier, Johan die papieren ook heeft, want anders wou daar toch een onderzoek. Ik heb niks van papieren. Ja, is goed, doe maar. Ik heb toch niks erbij. Dus jij zeker dat er niks in je banking app staat, als jij echt goed kijkt. Meneer, ik heb het u al uitgelegd. Ik open de gsm. Ik tik op de bank-app en ik krijg $2,236 te zien. Meer niet. Shoot een keer heel goed met uw gsm, zo tevoorschijn komen. Ik snap niet wat dat dan bedoelt met schudden. Het enige wat dat ik weet is, ik heb meneer Johan 2 keer 15.000 uitgeschreven als bonus. En dat is alles. Oké, kunnen wij dat gewoon even op uw gsm tonen? Dat is meer dan genoeg. Ja. Ah, ik denk dat hem een slash doe en dan toon overschrijven. Never gonna give you up, never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Ja, wacht eens, kom. And hurt you. Oh yeah, ah, that's my song. Die collega's gewoon vreemd aan het maken.
als ik het die, als we het hier doen, dan gaat de Jonathan problemen hebben en gaat de politie te veel rondhangen. Ja, wat moeten we dan doen? Hem straks volgen en hem de tyfus afskanallen? Nee, zo rap gaan we het nog niet doen. We zullen wel zien of er een bepaalde mensen willen voor betalen voor hem door te krijgen. Ah ja, dat is misschien wel wat slimmer. Ik dat trekken, hè? Ja, dat is misschien wel wat slimmer. Nou, ik weet 200k? Niet... 200k? Ja, ik denk wel dat dat voor een kill contract dat wel genoeg is. Met toch zijn een bureau's dan dus. Wacht, voor gewone burgers 50k, voor high profiles 200k. Voilà. En agenten 500. Dat mag gewoon, pak 700. Nou, ook goed. Wie gaat dat nu ooit betalen? Oeh, dan moeten ze maar sparen. Ja, dat wel, ja. Niet voor niks, hè. Nee, dat is waar. Nou, ik hoop als hij Johan zijn winkel doorkruist. Ik heb nergens, Johan heeft nergens contract aankopen van Transistep. Oh, ik heb er ook niet. Die zegt dat die geeft vanuit een contract. Nee, dus van Transistep gaat laten kammen. Ja, ik hoop als hij die fiscus bij Transistep langs gaat, daar gaan heel wat rare inkomsten zijn. Want ik denk dat Transistep alles in het zwart doet. Dat is wel mooi. Ja. Wat ik raar vind, hè, jongens. Iedereen heeft bedrijfsrekeningen. Ik heb dat niet, hè. Je winkel heeft geen bedrijfsrekening. Dus ik ga allemaal naar gewoon naar mijn gewone rekening. Wat zei je? Wanneer dat hem uw camion gaat overschrijven. Ja, dat vraag ik mij ook af. Wacht, ik vraag het hem gewoon even. Joep. Zeg, Jonathan, kan je even dit onderbreken en mij die camion eindelijk op mijn naam zetten? We hebben wel wat beters te doen dan hier te staan lapswanzen. Ik weet niet wat meneer wilt van mij nu. Ja, ik wil dat contract zien. Je zei dat je een contract had van een lening. Wel, meneer, ik kan dat 5 seconden wachten. Ik zou graag mijn vrachtwagen willen hebben. Ja, en ik zou graag uit die stinkende garage willen van die vetzak hier. Wel, laten wij dan die vrachtwagen overschrijven, dan kun jij weggaan. Een beetje rustig, hè, meneer. Ja, dan moet ik nog steeds dat contract zien. Kom. Kun jij gewoon snel dat contract even voorhalen, zo moeilijk moet dat niet. Ja. Gewoon in uw F9 spier even zoeken. Heb jij die Jeep nu gekocht, die Chevy? Chevy. Sorry mensen, blijkbaar stond mijn geluid aan. Heb jij die Chevy nu gekocht? Heb jij die? Oh, oké, dat wist ik niet. Waarom? Dat ding rijdt voor geen meter. Maar dat maakt mij niet uit of dat voor geen meter rijdt. Dan moet gewoon offroad kunnen gaan en dan moet veel conferenties hebben. Meer een keer. Ja, oké. Okay, ja. Ja, en we hebben nog altijd onze chips, hè. Ja, voilà. Had hem nu eigenlijk tijd voor uw camion? Nee, hij moest eerst nog een contract tevoorschijn uit zijn reet toveren. Voor die kutfiscus. Oh, ik zal even in de game. Ah, nog contracten, jee. Het is een kutcontract na het andere. Waar steekt die fiscus in zijn reet? Woohoo, dance off. Ah, oh yeah, luck buddy and drop. Dat het oh heel yeah lang in de stad zult overleven op deze manier. Wat zei je? Goed, Christian, ik moet nu even 2 seconden spreken. Hmm? Dat je enkel je middenvinger kunt opsteken als je in een auto zit. Anders middenvinger naar iemand of ouder. D
de heer hier, die een vuile stinkende onnozelaar hier, dat hier mijn garage hier al voor 15 keer uitgemaakt heeft, zegt dat dat loansharken is en dat is niks loansharken aan, komen. Want ten eerste, er staat een contract op, loansharken is ook een interest opvraag en ik heb geen interest erop, dus ja, ik doe niks verkeerd. Ja, ik wil gewoon melden dat als ik, hij heeft mij gewaarschuwd als ik blijf doorbetalen aan u, dat ik in de problemen kan komen. Maar ja, ik wil niet in de problemen komen met u, maar ik wil ook niet in de problemen komen met de stad, hè. Ik kan je maar geen problemen geven, want dat is onder contract. Ja, en die, ja, de gast zal niet langer meer een probleem vormen. Ja, ik denk het ook dat die gast niet te lang een probleem zal vormen, want hoe dat hij hier ligt te spreken, dat gaat niet lang blijven duren, basic. We hadden hem nooit die escorte moeten geven. Hey, heeft die, heb jij eigenlijk dat contract al voor die escorte opgesteld? Nee, maar ik denk dat hem aan het bellen is. Jonathan, kun je nu eindelijk... Ja, die vrachtwagen, ja. Kreeg je telefoon, Christian? Ja, ik heb hem niet opgepakt. Van? Geen idee. Ja, die kutfiscus waarschijnlijk. Onbekende nummer? Waarschijnlijk. Ja. Wacht eens even, onbekende nummer. En wat was je nummer? Wat was je nummer op plaats? Die begon, wacht hoor, ik zal hem eens direct bovenhalen. 388. Wacht, waar kan ik dat terugzien? Ik kan het niet terugzien, dat zal wel terugvallen. Ja, geef me nu dat contract of waar zit het? Nee. Hij moet hem overschrijven. Hoe komt het dat ik deze auto niet kan doorverkopen aan u, jong? Geen flauw idee. Doe gewoon niks of wat. Ja, ik weet het ook niet. Kom eens hier. Rensch. Ja, ik ben hier. Staat dit barrel wel op jouw naam? Dit barrel zou op mijn naam moeten staan, want dat komt in linea recta uit mijn garage. Weet je, anders moeten we even afspreken aan een garage en dat hard doen. Dan kan er geen problemen zijn. Ze zijn betaald, hè, dus. Ja, oké. Even iets anders. Ja, er is wel voor dat convoy van dat je dus wel een die niet veel tijd meer heeft. Ja. Het is wie. Ja, goed. Dus best wel het beste. Ja, is goed. Zet je camion maar, zet hier even op ergens weg. Ja, ik zet hem hier achter de hoek. Eurotruck spelen heeft toch zo'n voordeel. Sorry, man. Ja, ik ben klaar, chef. Moet ik mijn auto hebben of rijd ik gewoon met jou de hele tijd? Mee? Nee, jij moet remmen wel mee. Oké. Nou, dan gaan we toch nog iets leuks doen in plaats van de hele tijd te staan aan te vanten. Chief! Alles in orde? Ja. Ja, waarom niet? Oké. Dat die van de fiscus me aan het bellen is. Nou, zolang hij jou belt, belt hij mij niet. Ik pak niet op en als hij al een deur staat, is dat opgedaan. Ja, dat wel, ja. Thank you.
Oh ja, lekkere truckies. Ja, wat is het plan? Oké, okay, welke neem ik? Welke neem jij, Jonathan? Maakt niet uit. Het is allemaal twee hetzelfde, dus maakt niet veel uit. Kan je juist nog wel op... Nee, ik ga juist wel nog één op een associate okay. wachten die ook afkomt. Hier moet naft in. Okay. Ze hebben maar 39 fuel. 465, dat is genoeg. Zullen we onderweg wel een keer stoppen? Oké. Okay. Zeker, het is een slash vergeten. Roept ze niet. Ah, geweldig. Er is nog steeds in, hè? Ja, dat is toch echt waar. Heeft hem nu al gebeld? Kunnen we? Ik denk dat we moeten wachten op iemand anders nog. Ja, waarschijnlijk. Ja, er zijn ja nee, we zullen dan zo verdiend moeten gaan. Ik zal de weg wel leiden. Oké. Okay. Okay. Gaan we er niet op wachten? Ah, oké, okay, safa, geen probleem. Ja, is goed. Een traumatisch. Johan, hoorde jij mij? Ja, zeg maar. Terug in zo'n radiokanaal komen zitten. Oké. Okay. Goed. Ja, mannen, ik ben er. Ja. Goed. Jullie horen me? Ja, ik hoor je. Hoor jij mij? Oké. Okay. Ja, ik hoor je ook. Ik denk dat ik beter in die truck ga zitten. Moeten die ver, Christian? Behoorlijk, die moeten toch naar Sandy Shores gebracht worden. Shit. Ja, dat is wel ver. Dan moeten we zeker een keer stoppen. Ja, wel, hier ook, sowieso. Maar dit barrel heeft maar 32 fuel. Ik ook. Ik hoop alleen dat we hier niet in de probleem... Hey, waar is Jonathan dan? Ik weet niet waar hij is, nee. Wat daar dan? Ik rij iets achter jullie. Ja, ik zie hem. Mijn scherm zweeft de Jonathan de hele tijd, hè, jongens. Kijk. Ah nee, nu niet. Ja, de juist wel. Zeg, Christian. Ik wil niet veel zeggen, maar hoe gaan wij terug? Aangezien dat jij met je Ferrari rijdt? Ik zal wel in zijn insurance gaan te verwisselen. Oké, okay, ja, er is toch een garage in de buurt. Ik hoop het. Ja, Johan. Ik heb niks gezien. Even een hersenloze omverrijden. Niks gezien. Zeg, jongens, ik heb nog maar 24 fuel. Ja, hetzelfde hier. Ah, kut. Ja, Johan. Ik heb niks gezien. Wacht, Johan.
weet je wat je doet? Rij gewoon voort. Ik vind jullie wel terug. Ik ga wel achter fuel achter jerrycans gaan. Oké. Okay. Goed. En dan met deze het volgende tankstation stoppen. Jij volgt Jonathan? Ik volg. Jij weet het zijn? Ik weet het ongeveer zijn. Ja, is goed. Ik weet eigenlijk niet waar je het naartoe wilt. Maar ik heb zo'n donkerflauw vermoeden dat hij ons wel inhaalt. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we hier mee moeten met de bocht. Ja, ik denk het ook, ja. Nou, die barrels rijden ook niet echt snel. Nee, inderdaad. Er is een loze links. Hopla, goodbye. Zeg, nu dat we hier met z'n drieën even zitten. Zeg, wat gaan wij doen aan die ene? Want die ene gaat te veel beginnen uitzoeken. Hè. Ja. Dat wordt wel opgelost. Wat blieft, van het moment. Nou, hij gaat toch iedereen kloten. Dus er zal wel iemand willen betalen om hem uit de weg te rijden. Ja, ik denk dat Vito een van de eerste. Ja, ja, voilà. Dus we zien het wel, hè. We wachten het gewoon nog even af. Je kan hem toch altijd wel afhaken van, ja, ik breng het dan wel, of weet ik veel. Ja, maar ja. Ola, wie is dat hier? Wat bedoel je? Wie is dat? Het is een hersenloze. Het leek een, het leek je anders te zijn, maar het is een hersenloze. Ah, oké. Okay. Nou, ik heb nog 11 fuel, dus ik weet niet hoe ver ik zeg, anders moest. Ja, Johan, ik wou je zeggen om. Wat? Jonathan, wat zei je? Ja, om hier op kant te gaan, maar ja, je zit er. Je kan altijd hier op kant gaan. Ja, ik ben op de afrit. Allee, op dat tussenstopje. Oh ja, ik keer om. Zo min mogelijk proberen te stil te staan. Goed, Christian. Wow, dank u. Hoi. Waarom kun je die nu aan u geven? Zo. Waarschijnlijk omdat ik nog een heb. Wacht. Maar die is leeg. Ja, mijn jerrycan is ook leeg. Voilà, probeer nu eens. Jo, voilà. Zeep alles. Die een Hello Army komt van bij mij in stream. Dat er juist bijgekomen is. Over wat ben je bezig, Jonathan? Ook niks. Sorry. Neem maar vanuit de koffer. Oh, ja. Ik heb nu 52 fuel. Dat kan nog niet genoeg zijn. Ja, denk het wel. Volgende... Nee, want het is aan de volledige andere kant, hè, Johan. Ja, maar we komen toch een tankstation tegen. Daar kunnen we ze volledig vol gooien. Ja, inderdaad. Misschien is dat de volgende oplossing. Dat is voor beide gevaar. Wat zei je? Ik heb er nog mee, zo. We zullen voor de zekerheid daar ook stoppen. Ja, tanken ze daar gewoon helemaal vol. Ik heb er zelf ook nog. Ah, hoe kom... Ah, in uw koffer gestoken. Ja. Ah. Goeie oplossing, Christian. Kunnen we verder of blijven jullie daar staan? Goed. Jij leidt de weg, Christian. Maar Johan, ik sukkel voor. Ja, doe maar.
Ga maar, Johan. Ja, ik ben aan het uitrijden. Oké. Oh, jong. Je zat bijna op mij, Christian. Ik kan wel rijden, hè, vriend. Ja. Ja, precies. De enige die niet... Wat de hel? Een straaljager? Wat de hel? Ik ging al een keer over. Kijk. Zeg, is er nog iets anders van nieuwtjes? Bloedels, nieuwtjes. Wat bedoel je? Ja, nieuwtjes, ik weet niet. Nieuwe hoeren bij Vito of zo, ik weet niet. Nee, ik weet aangezien dat hij. Akelig stil. Oké, die gast begint hier godverdomme vreselijk hoog te vliegen. Wie laag is te vliegen. Dat? Jongens, opletten hiermee. Ja, geen probleem. Geen idee. Wat? Wel is er aan de hand? Zijn dat vogels, jongens, dat wij daar in de lucht zien? Ik weet niet waar jullie die particles ook zien, dat ze de hele tijd droppen, maar ik vind het vreemd. Ik vind het echt vreemd. Nou, ik zie hem toch niet meer. Ja, ik ook niet meer. Hopen dat dat ook zo blijft. Ja, laat ons hopen. Ligt het nu om afvliegen met vogels? Wat? Ja, het heeft bij mij ook eventjes ik zie ook altijd de hele tijd vogels vallen. Misschien van die straaljager. Zo goed kunnen. What the hell? Man, ik had zo'n rekening hier moeten hebben. Ja. Moeten we er hier af? Ik zie die straaljager toch niet meer, dus... Nee, ik ook niet. Dat zal een goed teken zijn. Wacht, in naar rechts, hè. Ja, ik weet het. Ik weet en daar is de straaljager weer. Zou dat uw klant kunnen zijn die daarop wacht, Christian? Dat zou moeten lukken. Nou, we zijn gewapend, we kunnen ze wel aan. Waarschijnlijk een of ander leger die aan de dag probeert te zoeken of zo. Ja, zou kan. Goed kunnen. Is dat je klant die met die propellervliegtuig is? Nee, maar mijn klant. Mijn klant zit hier niet in de Zandhoven, zo is een ander. Oh, oké. Okay. Ah, ik dacht dat hij erom ging. Godver! Ben je weer ergens tegen gereden, ja? Iemand voor mijn neus kwam in. Ja, Christian, kun je mij helpen? Oh my god, jij fucking idioot. Johan, zit je even vakant? Zit je even vakant? Ja, wat de hel was dat? Een hersenloze die crasht. Oh, ja, oké. Okay. Een hersenloze kwam gewoon voor. Ik rij er gewoon op. Ja, dat is... Dat is minder, hè? Au, au. Ja, nou waar is mijn vracht? Gordel? Ja, weer al. I know. Ja, ik lig onder die vrachtwagen. Ah, oké. Okay. Waar is mijn vracht, Aginter? Oké. Okay. Waar is uw trailer naartoe? Die staat achter u. Ja, die is gewoon... Oké, okay, die is ge... Ja. Goed. Ik heb gordel aan. We kunnen weer verder. Want ik wil niet wat die inhoud van de tiller verliezen, ze doen wat is er gewoon. Nee. Ik ben hier een klein beetje villa aan het creëren. Vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk. Ja, vind ik leuk. Ik vind het gewoon leuk villa creëren. Hola.
Is dat van u, Christian? Mm-hmm. Oh my fucking shit. Jij hebt geld uitgegeven. Ja jong, ja. Ga jij dat kunnen voorleggen aan die fiscus? Dat kan ik je perfect voorleggen, want deze is een privé. Deze is privé. Oké, maar het is maar voor de zekerheid, hè man. Nou, ziet er wel heel leuk uit. Oh, je hebt zelfs al... Zijn dat jouw vliegtuigen? Nee, gelukkig niet. Nou, oké. Jon, rijdt mij niet omver, hè. Nee joh, ik kan rijden. Waar zet ik dit barrel? In de schuur? Zit ze maar in de hangar, ja. Oké. Eigenlijk, ik heb mijn camion rijbewijs. En die hebben dit waarschijnlijk niet gepakt door vliegen. Ik heb ook geen camion rijbewijs, maakt mij dat uit. Man, zet dat er gewoon eens vooruit in. Nee. Ik, ben van, ik zet alles proper erin. Ik zet er maar vooruit in, man. Dat is een goede oefening voor mijn vrachtwagenrijbewijs. Zo. Nou, voilà, ik ben niet gecrashed met de vrachtwagen. Jij krijgt nooit je rijbewijs. Ik snap zelfs niet hoe je je rijbewijs van de wagen hebt gekregen. Ik kan niet eens rijden. Johan? Ja. Fuck off, hè, man. Denk je het zelf? Denk je het zelf? Ik ben getraind, vriend. Ik ben getraind. Ik heb een hele lekkere triggervinger. Dansen, laten we dit vriend. Niet doen. Kom aan. Dansen, Frits. Auw! Godverdomme! Whoops, sorry. Ja, getrainde triggervinger, hè? Dan kun je daarvoor hebben. Nee, auw! Je fucking eikel. Voilà, die had je nu toch wel kunnen verdienen. Nem! Auw! Fucking dickhead, daar gaat mijn pet. Eigenlijk, wij zitten hier nog altijd in dat radiokanaal. Oh, bij mij kan dat, want ik heb een oortje in, dus jij niet. Fucking teringleier. Ik zei dat je een fucking teringleier bent. Geen flauw idee wat hij aan het doen is. Goed, waar blijft Christian hier? Misschien moet ik maar ook een keer zo'n kledij gaan halen. Denk ik dat ik ze biedt ga doen. Dit is van de linkscrew, dit is een kledij. Afblijven. Ja, nee. Jij behoort niet tot ons. In die stijl. Nou ja, wow. What the fuck? Fantastisch. Godverdomme. The fuck was hier gebeurd? What the fuck was hier gebeurd? What the fuck was dat? Iemand die met een raket, met een vliegtuig, met een straaljager in jouw reet boorde. Daar gaat eruit. Nee, je hebt niks gezien. De ruit zit er nog in. Hey, vond je dat leuk? Die straaljager recht door je hol? Ja, jij hebt ze toch ook in je hol gekregen? Teringleier. Of dat jouw poepgaatje nu niet pijn? De mijn anders wel. Ik voel me vuil. Ik wil mijn douche nemen. Dan moet je naar huis, hè? Ja. Ik voel me betast. Ik vind het niet fijn. Zeg, Dino, ik weet dat je graag offroad rijdt, maar deze BMW gaat dat echt niet lukken, hoor. Fucking hersenloze idioot!
wapen niet vasthouden in Notte. Wat raar is. Ah, misschien omdat het te groot is. Het is hier wel stil zo. Ik stond op de airbaan. Gewoon maar te wachten. Toen zag ik een vliegtuig. Los in mijn reet. Nu doet mijn boobie pijn. Het voelt niet zo fijn. Au. Daar ging je, hoor, dat dan. Alweer. Zeg, Dino, hoor je me nog? Dino? Jonathan, stap in, je mongrel. Waar is hij heen? Volgens mij is hij redelijk ver gevlogen. Ja, volgens mij ook. Ik zie hem niet meer. Ik denk dat ik hem in de verte echt zie. Zie jij hem? Ik zie hem niet. Oh ja, daar. Jonathan! Hey, mongrel, instappen. Kijk, hoeveel keer ga ik die de gordel nog vergeten, jong? Hey, Jonathan, ik wil je even iets zeggen, hè? Ja. Doe je gordel eens aan. Ja. Heb hem aan. Hey, niet vergeten, hè? Gordel aan. Heb hem aan. Hé, hey Jonathan, niet vergeten. Die fucking gordel aan, jij heeft lapswans! Hey, Tibo TV, oh. Dank u voor de follow. Echt, ik hoop dat het een dood is. Ik hoop dat het ook. Dat denk ik wel. Aan de klaxon te horen. Jongens. Nu zijn we pas zeker. Wegwezen. Nu zijn we pas zeker dat hij dood is. Ik denk dat hij dood is. Ja, inderdaad. Ik ruik barbecue. Krijg gaat honger. Ons afzetten, Christian? Ik ga nu terug naar uw auto brengen. Als je wilt. Dat zou ik leuk vinden. Zeg, Christian, ik moet nu nog een betaling doen, hè. Juist. En ik moet onze dingen ook nog hebben. Ik ga die rap eens bellen, anders. Ik ga eerst nog eens tanken. Christian, jij mag mij aan Blokkenpark de parking afzetten. Ik ga snel naar het vliegveld, ik moet de stad uit. Dat is goed, man. Wacht even, Sorry jongens, voor de een of andere reden wil ik mijn chat weer niet scrollen. Ja, pop-up, load door de koep. Dank je, Timo, dank je. Blij dat je het een toffe stream vindt. Nu dat je followt, kun je mij nog een keer zien wanneer ik de volgende keer live ga. Dat zal waarschijnlijk volgende week maandag zijn. Dus de maandag die nu komt. Terug hetzelfde uur om 8 uur. Zeg, Jonathan, moet je nu wel weten? Jonathan.
Ja, wat is het probleem? Moet je nu eens wel weten. Wat? Ik moet ongelooflijk hard schijten. Ja, dat moest ik weten. Ja, ik dacht, ik geef je een update. Dank je voor die info. Not in de BMW. Ah, oké. Okay. Ja, het liefst niet, nee. Stikzak. Zowat TV. Scroll, scroll, die chat. En dat laatste woordje kan ik nooit niet lezen, hè. Van op hoeveel je gaat. Hahaha. Het probleem is, als ik telkens de chat wil scrollen, ja, gaat het geluid van het spel weg natuurlijk. Wat dat kut is. Ik weet niet wat er een instelling is dat ik dat geluid kan blijven laten afspelen, maar... Ja, dat is waar, Tom. Dat is heel wat anders. Nou, Jonathan, leuk kennis gemaakt te hebben. Doe ja. Dag. Nou, oh, de vorige keer dat je me ziet. Gemaakt hebben. Je hebt ook voor mij gewerkt. Reis terug. Ik moet die Lapswans eerst iets zeggen, want hij heeft het precies nog steeds niet door. Sorry. Waar is hij nou? Oh, Lapswans! Hey, wacht even! Hoor je me? Teringlaaier! Jonathan! Ja, wat is... Setmet, dank je voor de follow! Als de volgende keer dat je me ziet in mijn witte outfit, ik ga het nog één keer zeggen. Je kent me niet. Je kent me enkel als Wrench. Ik heb niet voor je gewerkt. Oké? Okay? De volgende keer als je het weer vergeet, ja. Knal ik je door de kop. Ja, ja. Stap maar okay. Terug in een BMW. Hey, niet te fars, hè, dikzak. Man, echt. Let's go, dat was leuk, dat was heel leuk. Ik hoop dat hij zijn lessen geleerd heeft. Fuck you, Jonathan! Ja, ja. Het was een heel leuke stream vandaag, jongens. Vooral met de drugsrun. Het is wel wat uitgelopen, maar zwart. Dat is heavy RP, hè, jongens. Nou, ik zal het ondertussen al zeggen, jongens. Willen jullie meedoen op de Zandhoven RP server? Linkje hier op Twitch staat in de beschrijving. Nu nieuw bij Zandhoven RP. We hebben ook merch. Dus willen jullie merch, jongens, ook al kijken jullie mee via Facebook. Ga even naar het linkje van mijn Twitch kanaal. Daar staat onderaan de stream een link met Zandhoven RP merch. Klik op die link, support ons, help ons deze server nog beter te maken. Want ja, de server kost ons ook geld. Dus help ons hierbij. Het wordt zeer hard gewaardeerd. De merch ziet er echt geweldig uit. Nou, bedankt Chief. Ik zie je een andere keer in de stad wel. De volgende keer als je nog een keer zelfs zal ik wel betalen voor dat kom voor de camions. En zal ik zien dat ik dat geld ook heb van de fiscus daar. Ja, geen probleem Chief. En nog een fijne avond dan. Ja, best wel man. Oké, jongens. Nu, zoals altijd,
gaan wel even sling uit doen. Dus zoals jullie, zoals ik zei, willen jullie meedoen? Zandhoven RP server, link staat in de beschrijving. Bij Twitch zitten jullie, kijken jullie mee via Facebook. De link staat gepind, dat is een gepind bericht. Willen jullie de merch kopen en jullie kijken via Facebook, ga even snel naar mijn Twitch kanaal. Je hoeft daarvoor geen account aan te maken om op die linkjes te kunnen klikken. Nu, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En zoals ik altijd zeg, jongens, maar altijd, be here, be happy, and be fucking brave. Toodles! She got you a little hard to begin with.